Openbare basisschool De Sleutel in Tilburg-Noord zit nu al 4,5 jaar in het nieuwe gebouw in de Eilenbergstraat. Maar al vanaf het begin zijn er problemen met de speelplaats. Wanneer het droog is, is er weinig aan de hand op de speelplaats van De Sleutel. Maar nu staat het onder water. Nu hebben we een zwembad. En wateroverlast na regenbuien is niet het eerste probleem waar het schoolplein mee te kampen heeft. Vanaf de eerste dag was er een probleem met het buitenterrein. Omdat er rondom de school was gravel gelegd en als de kinderen vallen was er dus pleisters plakken. Een hele boze ouders. Dat is toen heel snel opgelost. Er is een tegelvloer rondom de school gekomen. Er werd gras ingezaaid wat niet wilde groeien vanwege de ondergrond hier in Tilburg-Noord. Er was geen gehek om de school. Dat heeft de school uiteindelijk zelf geplaatst en zelf betaald. Zonder de gemeente. Die was achteraf boos omdat het er eerder stond dat zij wilde. De ouders zijn het beu en willen dat er actie wordt ondernomen. De school die doet het best, maar wil het wel samen met de gemeente oplossen. Een van onze ouders heeft contact opgenomen met Omroep Tilburg, omdat die vond dat ons buitenterrein vaak onder water staat, er veel problemen zijn. Wij als school willen proberen om dat met de gemeente op te lossen, maar we snappen dat ouders het lastig vinden. Ondanks dat hebben de ouders maar één wens. Voor de carnavalsvakantie willen we graag dat het hele terrein door onze kinderen te gebruiken is. Dus dat we niet meer onder water staan. En dat we ook voor de open dag een goede presentatie van onze school kunnen maken.